kijkers van KickX Games, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe Kick Survival. En op aanvraag van best wel wat mensen hebben wij hier een nieuwe inwoner. Yay! Ik ben heel blij, dit Marnick, is zo leuk. Je lijkt niet meer op de zombies hier. Nee, ik heb een kerstpakje aan. Ja, ik zie het. Ik heb wel een cadeautje voor jou al. Kijk eens aan. Oh, die heb ik nodig. Oh, heel veel. En zo. Dan kan je Enzo. Enzo Knol heb ik voor je mee. Ja, dankjewel. 6 pijlen, daar heb ik heel veel aan. Oh, die is voor mij. Die is voor mij. Sorry. Oh. Dat zijn best veel kippen. Dat zijn er heel veel. Eentje van hun is Carlos. En hij is echt een baas. Carlos heeft al 3 creeper ontploffingen overleefd. Respectabel. Dat is zeker, ja. Er staat nog een creepertje en een dik gat. Creepers zijn een probleem op deze server. Ook de snelheid van hoe snel alles groeit is ook een probleem, want we hebben dus geen eten. Oh. Dus, maar wij kunnen ons nu goed verdedigen natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik dacht misschien dat wij eens op excursie kunnen. Ja, lijkt me een leuk plan. Een stukje gaan wandelen, want ik ben nog niet verder geweest dan dit valleitje eigenlijk. Serieus? Daar is een onbewoond eiland, zie je dat ook? Ja, maar oké, we kunnen er wel even kijken misschien. Op het onbewoond eiland? Dat is niet... Ja? Of zou het echt onbewoond zijn? Ik denk dat het niet zo groot is. Wat is dat daar eigenlijk? Wat? De zon? Een huis. Oh, hè? Huh? Een huis? Misschien woont Peter hier wel nou. Heeft Peter een huis? Ik zie het niet hoor. Oh! Hè? Huh? Nee, dit is niet echt een huis. Wat de fuck is dit? Durven wij hier naar de overkant? Ik denk het wel. Zit er geen haaien in ofzo? Ik heb fakkels bij me, dus ik zal wat fakkeltjes neerzetten dat we weten van, oh ja, hier moeten we heen. Als we gewoon in een rechte lijn lopen, wat helemaal niet gaat gebeuren, dan kan er niks misgaan. Oh, het is heel donker ineens. Ik pak even een fakkel erbij. Oké, zet hem maar aan. Ja. Heb je dat echt? Wat? Dat je een lampje ziet? Ja, nee, als je loopt dat je fakkel aan is. Ja? In je hand. Wat? Ja? Ik zie een varken, dus wellicht kunnen we hier gewoon vlees vandaan pakken. Ja, of we nemen die mee naar de base. Heel veel varkens. Meenemen? Ja. Ja, die moet je lokken met wortels, toch? Nee, met wiet. Met wiet? Heb je wiet? Ik heb er maar 1. Ondertussen zit David, de Enderman, achter ons aan. Oh, je gaat bij huis halen, dat ding? Ja, ik heb alleen... Kijk uit, de Enderman wil je. Ah! Een inktvis, wat is dat? Dat is nog niemand, of wat? Een inktvis is nog niemand, dus dat kan altijd nog aangepast worden. Ik ben er sinds kort achtergekomen dat... Oh jee, zit de creeper achter jou. Een spin. Dat Enderman niet tegen water kan. Ah! De Jalla creepers zijn real. Jalla, Jalla! Ja, ik weet oprecht niet van wie dit huisje is. Oh kijk, skeletons. Dan kunnen we bone meal... Dan kunnen we de weeds laten groeien. Dat hebben we nodig. Oh, er zijn er meerdere. En een Marnicker. Ja, vermoord hem niet! Nee! Zoveel spinnen! Wat is dit voor? Oh! In de nacht komt er echt veel shit hoor. Dit is er weer één. Ik heb geen bones. Oké, ik heb er 2, dus we kunnen wel een wiet laten groeien, denk ik. Maar wie weet komen we nog wel gewoon iets tegen. Ja. Ik heb wel een spinnenoog. Oh ja, daar kunnen we ook wel iets mee laten groeien, denk ik. Is dat zo? Nee. Ik wou zeggen dat ik die kan eten of zo misschien. Oh, kan dat? Ja, toch? Dat weet ik niet. Ik heb dat nog nooit gegeten. Wil jij proberen? Kijk uit, achter je. Het is een invasie. Jezus! Ja. Er moet hier een dikke muur omheen komen. Ja, ik weet het. Ja, hoeveel hebben wij er nu? Ik heb helemaal niks. Ja, ik geef jou zo... 6 mushrooms. Ik geef jou zo de helft. Even een nieuwe weetje. Jezus, het is druk in het water. Ik weet ook niet waarom, maar het is een zombie badplaats hier. Kijk. Wow! Ja, maar die verzamelen allemaal in het gat en dan moet je eigenlijk zo'n... hoppen eronder plaatsen. Ik heb hier voor jou 5 wiet. Ik heb er ook 5. Dus daarmee kunnen we denk ik wel varkens naar hier lokken. Laten we ook dirt meenemen over dat water. Volg het licht, Marnick. Ja, ik volg het licht. Ik heb wel eten nodig binnenkort, want anders ga ik dood. Ja, ik heb ook eten nodig. Jij hebt wel echt een duister bos uitgekozen trouwens. Ja, dat was de spaal. Darkwood. Ik kon er niks aan doen. Oh, die Enderman daar. Holy shit. Waarom zoveel? Is het zo dat als je er eentje aankijkt dat hij zijn vrienden erbij haalt? Of is dat niet? Dat weet ik niet. Maar eerst deze Marnick maar eens weg. Ja, stomme Marnick. Ik zal de mensen eens wat licht geven, want het is nu weer heel donker. Heel donker. Zo. Varkentje. Ik heb hier weed voor jou. Hij kijkt niet. Deze 2 varkentjes. Hij kijkt niet naar me. Jawel? Dat is raar. Ja. Toch? Weed. Nee. Hier, wiet. Kom. Dat is toch wiet? Ja, ik weet het zeker. Huh? Wacht. Als je op een varken wil rijden, moet je toch een hengel met een wortel eraan. Oh shit. Oh, ik dacht varkens ook. Ik dacht het echt. Oh, Marnicker. Er zijn nu zoveel mensen die al dat we terugliepen aan het kijken zijn en zeggen... Nee, jongens, wat gaan jullie nou doen? Sorry. Ik ga even mijn shaders uitzetten, want de lucht doet weer zo vervelend. Oké. Maar nu denken mensen dat ik zo slecht ben. Ja, maar daarbij toch ook? Nee. Oh. Achter deze helling zijn koeien, ik voel het. Koeien! Geen... Ja? Ja. Ja. Betsy! Nice. Betsy! Wow! Leandro koeien, volg me. Oh, deze heeft het. Ah! Maar Colin gaat onder, dus Ivar komt zo meteen weer. Oh, Ivar! Hey. Als Ivar naar boven komt, is dat altijd goed, hè? Ja, dat is... Ik hoor pijlen langs mijn hoofd zuizen. Ja, van alle kanten komen ze. Okay. Damn it. Oké. Oh! Oké, de koeien leven nog. Betsy! Ja, kijk, nou gaat het gewoon lukken. Het is licht, alles is veilig. Je houdt wiet omhoog en Leandro komt gelijk mee, hè? Het is echt apart. Marnick, neem hem mee. Wees de koeienlokker die je bent. Ik doe hem wel. Ik doe je wel vooruit. Epic mod-stijl. Kom op, zeg, rotkoe. Nee! Niet in het water vallen, koe. Dit ziet er echt raar uit voor mij. Als ik achter de koe hem ga duwen. Ja, het ziet er heel apart uit, Marnick. Oh, je doet hem ook gelijk in het water. Come on. Oké, ik heb hem bijna op de helling. Come on. Ja, ja. Oké, goed zo. En nou meekomen. Ah, we zijn er bijna. Nee, dat is een zombie. Koe, kom maar in deze kuil. Dat is een goede kuil. Ben je er al of niet? Ik kom eraan. Betsy of Bertha. Oh god, je loopt beneden. Oh, is dat niet goed? Ja, hij moet uiteindelijk op deze... Hier. Oké, is je gat klaar? Oh, is klaar. Mijn gat is er helemaal klaar voor, Marnick. Oké, samenwerken. Oh! Nee! Nee, kom. Oh, damn it! Dit is vast! Oh, Marnick is in de kuil gevallen. Oh, damn it. Oké, hier maar... Ja, hier. Zo. En kindjes maken nu. Hup. Ja! Hup. En er komt een kleintje. Maar die gaat meteen in de cave, zeker. Oh ja, slim dat je hier bij de cave hebt gemaakt. Ja, dat is niet heel slim. Ik denk dat mensen nu alweer spijt hebben dat ze jou gevraagd hebben. Nee, wacht. Want het is gewoon gelukt. We hebben koeien. Het is supergoed gelukt. We hebben in plaats van varkens wel koeien. Ja. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe KickX Survival aflevering. Het is allemaal heel kort. Het gaat allemaal heel snel. Maar het wordt wel één grote gezellige boel. En we hebben onze derde bewoner. Marnick. Yay! Ben je blij? Ik ben heel blij! Mensen, hopelijk kijken jullie de volgende keer weer. Check natuurlijk ook wel even Marnick's kanaal. En ja, zoals altijd vanaf hier geef ik het woord aan mijn compagnon. Oh, daar gaan we weer, zoals de oude KickX Survival. Ja, je weet zelf. Nou, ik vond het weer leuk. Ik ben benieuwd wat het volgende avontuurtje weer gaat brengen. Dus later mensen.